Afgezien van een lichte mist was het deze dagen zomers weer op het eiland Marken, dat het zonder toeristenbezoek toch erg druk had met een zomerse bezigheid. Ook elke boerderij werd namelijk het in de afgelopen zomer binnengehaalde hooi weer uitgehaald voor de inzamelingsactie ten behoeve van veehouders in het rampgebied. Iedere Markense boer stond hiervoor op deze dag vrijwillig een deel van zijn hooivoorraad af. En op ieder erf heerste dezelfde bedrijvigheid. Het afgestoken hooi werd ongekend druk scheepvaartverkeer, zeer tot ontsteltenis van de waterbewoners van het eiland. Al met al bracht de Markerbevolking meer dan 8000 kilo van het waardevolle veevoeder bijeen. Beetje voor beetje werd het op draagstokken over de havendijk gebracht en in grotere schepen overgeladen. Vele vrouwenhanden maakten het mannenwerk licht. En het voorbeeld der ouderen werkte aanstekelijk op de kinderen. Het toeristeneiland Marken leverde een origineel bewijs van hulpvaardigheid. Het hooi wordt in Edam in balen geperst en zal dan naar de boeren in Ellewoudsdijk worden gezonden.